En het leuke is dan dat die strikte tapers namelijk meer opleveren dan de relaxte tapers. Kijk, en ja. dan wordt het slimmer presteren. Ja. Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen. En ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over in topvorm aan de start van je race. Wat is de beste taper? Na maanden van toegewijde training komt jouw wedstrijd er dan eindelijk aan. Enerzijds wil je op het moment suprem goed uitgerust zijn, maar. Anderzijds ook een topconditie hebben. De taper is de manier om dit voor elkaar te krijgen. Maar hoe vul je die het slimste in? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jugge, hey goedemorgen. Goedemorgen. Heb je goed geslapen? Heerlijk. Ik niet. Want vandaag, <laughs> als deze aflevering uitkomt, is het vrijdag 2 juni, de opbouwdag voor de Torenloop Morgen hier in Leersum. Superveel vrienden van de show hebben zich aangemeld, komen helpen. Ook allemaal hele leuke nieuwe mensen die misschien onze podcast gaan ontdekken. Want wij staan daar natuurlijk groot als partner en sponsor op het plein. Jij gaat morgen koffie drinken met luisteraars ja. en, en vrienden uh, van de show? Ja, ik loop ook wel mee. Jij loopt ook ja. nog mee. Ja. En uh, grote kans dat mensen dit luisteren op weg naar leersum. Dat zou grappig zijn. Ja. Welkom, ja. dan zien we je zo. Nou, dat vind ik toch dan, nu je het erover hebt. Ik, ik heb laatst toch iets meegemaakt. Wat? Ik was in de in het bos even door, uh, aan het wandelen met de hond. Ja. En in de verte komt iemand aan met een uh, ja echt zo'n ultraloper, want hij had zo'n rugzak op. Uh, zo'n rugzak ja, zo met water, zo'n camelbak, ja. Ja, ja, ja. En koptelefoon op, dat zijn ja. ook oortjes. Ja. En ik denk, nou, ik vind het altijd interessant om te zien uh, wat voor iemand is dat, hè, en hoe ver zal die gaan en misschien ja een bekende of uh, nou. Ja. En hij passeert, ik zie hem in, ik denk, nou, die man ken ik verder niet. Hij passeert en hij uh, hij stopt. Ja. En hij wijst een beetje van naar zijn oortjes. Hij zet zijn oortjes af. En zei: ja, dit is wel heel toevallig. Ik ben nu aan het luisteren naar de slimme presteren podcast. Niet. Ja. Echt. Weet je zijn naam? Uh, nee, ik nou, weet, weet zijn ja. naam niet. Uh, en ik vroeg ook, uh, hoe ga je nou lopen? Hij ging naar het sportveld, eerst bij zijn kind kijken, het hockeyveld, <laughs> en daarna naar Oudijk. Uh, Oké, okay. uh, leuk, leuk, uh, leuk, leuk, leuk. Dus dat ja, dat zijn bijzondere waar. anekdotes, ja. hè? Nou, doe ik er ook zo een. Ik heb <laughs> natuurlijk die bus, heb ik natuurlijk nu heel groot slimme, Verseren podcast opstaan. Mensen die naar de Uylentoren lopen, uh, komen zien hem ook straks wel uh, bij de start-finish staan. Ik heb dus ook al een paar keer op de snelweg meegemaakt dat inderdaad mensen toeteren en zwaaien. Maar zelfs een keer dat iemand luid toeterend naast hem kwam rijden. Vervolgens was volgens mij zo'n Tesla naar dat enorme iPad scherm in zijn dashboard wees. Waar heel groot het Slimmer Presteren podcast logo op stond, omdat hij die aan het luisteren was. Nou, leuke anekdotes. Hebben niks te maken met het nee. onderwerp van vandaag. namelijk Taperen, mm -hmm. oftewel goed uitrusten voordat de racedag daar is. We gaan op zoek naar het antwoord op de vraag: waarom zou je eigenlijk taperen? Aan welke knoppen, hè, het volume van je training, intensiteit van je training, frequentie van je training, kun je het beste draaien tijdens de taper? En natuurlijk de belangrijkste vraag: hoe lang moet zo'n taper dan duren? Je hebt weer een aantal studies verzameld die daarna gekeken hebben, en we gaan uiteraard dadelijk zoomen met Vroemen om eens aan hem te vragen hoe hij atleten adviseert... om om te gaan met de onrust ja. die ook wel echt ontstaat bij een taper. Want die geeft het wel, hè? Ik bedoel, jij hebt... Herken uh, ik wel, uh, ja. Laat, ja. Want je uh, bent natuurlijk uh, bijvoorbeeld op weg naar zo'n marathon Rotterdam. Trainen, trainen. Maar nu ook met de triathlonraces. Je traint je de blubber. Je traint zoveel als je kan. Ja. En opeens wordt er dan gezegd. Nou, stop maar even ja. met trainen. Ja, dat, dat, het lichaam laat dan uh, geeft dan signaal. een gewenning. Dit, ja. Van ja, we gaan toch gewoon iedere zaterdag twee uur lopen. Ja, ja. Waar, waar is mijn loopje gebleven? Hoezo ja. maar 50 minuten lopen? Dus dat is één, hè, natuurlijk. Maar, en daarbij dan de onrust van. Hmm, ben ik het nu aan, niet aan het kwijtraken? Ja, het, dat is de uh, andere angst. Ik heb Als ik uh, ja. rustig nu niet te veel uit, kan ik niet beter toch nog even ja. krachten? Wat bij mij heel vaak gebeurt in die taperweken, we gaan zo de definitie wel even goed stellen, maar in die laatste weken voor zo'n race, opeens krijg ik dan het idee, oh, krachttraining. Want je voelt ah, ja. je natuurlijk wat uitgerust. Ik denk, oh, ik moet nog even gauw uh, sit-ups, push-ups, ja. uh, weet ik het allemaal doen. Ja, dat, dat nee. komt dan met dat energieoverschot ja. natuurlijk. Ja. Um, Voordat we erin duiken, als je nou binnenkort leuk weer met ons mee wilt taperen, wil ik nog wel even een datum droppen. Het is uh, nu uh, begin juni. Het wordt natuurlijk tijd om langzaam eens over die zomervakantie heen te kijken naar misschien wel een najaarsmarathon. Ik heb er een geselecteerd. Ik ga meedoen aan de Brabant Marathon in Eteleur op 29 oktober. En ik heb jou ook uitgenodigd. Doe ja. je ook mee? Ik doe ook mee. Aan ja. de. Ik denk de halve hè. En de halve marathon, ja. ik aan de hele marathon. En wat leuk is, ik, het ging zo uh, mensen hebben mij vast eerder horen vertellen: Amsterdam, Rotterdam heb ik gedaan. Ik wil alle marathons van Nederland ontdekken. Dus ik ging kijken. Eindhoven is een grote. Maar Eindhoven is al op 8, 8 oktober. Dat schikt mij niet goed qua drukte met werk. Toen ging ik daarna kijken: de week daarna is Amsterdam. Dacht ik: ja, die heb ik al gedaan. En de volgende op de kalender is dan de Brabant Marathon in Etteleur. Is echt heel wat anders. Veel kleiner. Ik geloof tussen de 2,5 en 3.500 deelnemers dat hele weekend aan alle afstanden. Maar wel gezellig gezellig in Brabant ja. onze route en dus ook veel benaderbaarder. Dus ik heb al contact met de organisatie gehad en ik zeg: hey, uh, ik doe mee en Jurgen doet mee en wat mij betreft doen zoveel mogelijk vrienden van de show van de Slimme Posteren Podcast mee. Kunnen wij iets van een honk of een ja, plek ja. krijgen? Ja. Om voor en na afloop van de wedstrijd ons te verzamelen? Antwoord is ja. Gaan onze, we met z'n regelen? Onze eigen kroeg. Ja, een beetje onze ja. eigen hangout, onze plek ja, waar leuk. we koffie drinken vooraf, voorpret hebben, tassen kunnen stallen en na afloop kunnen napraten. Dus we krijgen ook een uh, slimmer presteren podcast, Meetup Place, bij de Brabant Marathon. Dus als jij zin hebt om mee te gaan doen aan de marathon, Je hebt nu nog, uh, nou eind oktober, dus een maand of vijf, zes, vijf. Vijf. Nou, Prima voldoende om naar een Marathon te gaan trainen. Zet hem in je agenda. 29 oktober, Brabant Marathon. En wederom, ik zeg het nou weer bij. Wij worden hier niet voor gesponsord. Behalve dan dat ze dan, denk ik, om de, omdat we dit ook nu zeggen, wel voor ons gaan kijken naar een mooi plekje. En ik zou zeggen, de lokale bakker die heerlijke worstenbroodjes maakt. <laughs> Die mag zich melden. Ja, die mag zich bij ons als sponsor melden. Dan gaan we daar klaar voor maken. Zo is het, Jurk. Hé, laten we snel beginnen met het onderwerp. Wat op de agenda staat vandaag? Laten we bij het begin beginnen. Taper. Klinkt als peper, maar wat is een taper? Ja, ik vraag me überhaupt al af waar die naam vandaan komt. Precies. Een taper is natuurlijk iets. Tapering is toch een Engelse term? Over rustig aandoen of verminderen? Of niet? Ja, ah, ja. dus Ik Sandra ken tapering eigenlijk anders. van ja, iets breeds wordt steeds smaller. Ah ja, natuurlijk. Dus, dat ja. is het, ja. ja. Dus op die taps manier kan toelopen. ik het wel taps toelopen van... Je trainingsvolume. Ja, nou ja, of intensiteit of, of frequentie. frequentie. <laughs> ja, precies, of, en, en hoe, hoe spits uh, moet dat dan gaan? Hè? Maar toch even belangrijk, want we gaan zo kijken naar wetenschappelijke studies. Ja. Je kan iets niet wetenschappelijk onderzoeken als je niet een definitie hebt. Dus laat ik mijn vraag aanscherpen... Wat is in de wetenschap of in de studies ja. die we zo gaan bekijken de definitie van een taperfase? Is, uh, nou ja, inderdaad gekeken naar uh, de prestatie voor en na zo'n periode ja. van taperen, waarbij op verschillende manieren. Uh, de trainingsbelasting omlaag is gebracht. Dat is het. Nou, en dan zijn de knoppen waaraan gedraaid of de parameters is: inderdaad het volume, het aantal kilometers. Dus ja, eigenlijk kilometers en uren. Ja. Pak een beetje in de week vaak. Ja. Uh, nou, de frequentie, hoe vaak je traint, de intensiteit waarop je traint. Ja, en de, de, maar dan is er ook nog bij van hoe, ja, hoe lang is die taperperiode? Ja, want ja, is een, twee week, of drie weken. Of, uh, ja, of nog langer. En de manier waarop je hem eigenlijk, uh, want ja, doe je hem stapsgewijs. Of je zegt die hele taperperiode periode doe ik precies hetzelfde. Oh ja. Dus ik neem ja, een stapsgewijze afname in mijn regenswaf. Ja. Of je doet dat geleidelijk of progressief. Ja. Daar wordt eigenlijk ook dus de, eigenlijk de vorm of de, de ja, dynamische uh, benadering van hoe jij die taper Inricht. Inricht ja. ja. Gaan we zo kijken wat de wetenschap heeft gevonden? Ik moet nog even denken aan uh, hoe het in mijn hoofd eruit ziet. Mensen die Strava gebruiken, oh, wel premium realiseer ik me nu, of bijvoorbeeld Training Peaks. Daar zitten van die grafieken in met drie lijntjes. Ja. Wat is mijn fitnessniveau? Wat is mijn vermoeidheidsniveau? En wat is mijn vorm? En als je heel veel traint, dan gaat je fitheid omhoog. Dan gaat je vermoeidheid ook enorm ja. omhoog. En je vorm dus omlaag. En volgens mij is het spelletje of de rol van de taper: dat je zorgt dat je vermoeidheid afneemt, dat je vorm omhoog komt. Terwijl je fitheid zo min mogelijk verliest. Toch? Ja, we hebben natuurlijk een keer een aflevering over. Die training gehad, of als je twee weken. Ja, hoe lang duurt het eh, voordat ja, je of conditie naam, blessure, of je kracht kwijt hè, bent? Dat ja, was een ja. andere aflevering. Tien dagen hadden we toen ja, al. Ja, zoiets. Dat is toch na een week, twee weken is toch. Ja, dan, dan holt er toch het een en ander achteruit. Nou ja, in ieder geval met spieren. Use it or lose it is natuurlijk ja. het motto daar. Ja. Dus dat uh, is best wel uh, spannend. Ja. ja. Uh, en vervolgens, en daar gaan we zo met Guido verder wel op in. Ik had uh, eerder dit jaar met uh, vaste vriendin van de show Marlies uit Haarlem ook wel contacten. Bijvoorbeeld rondom die uh, 30 kilometer loop in Schorl. Mm -hmm. Dat zat voor mij gewoon in een trainingsprogramma. Dat was gewoon trainen met een startnummer op. Dus ik trainde nog op donderdag en op Volle bak. En waarop ze ook zei, hey, moet jij niet taperen? Ja, nee. Waarop ze zei, oh, ik heb wel getaperd. En dat was ook mede een aanleiding, ook denk ik, voor deze aflevering ja. wat zij en diverse andere laatste zei, Nou, is er dan geen onderzoek naar of dat zinvol is of ja. hoe je moet taperen? Dus wat heb je meegenomen? Wat heb je gevonden? Ik heb eigenlijk uh, twee studies gaan we maar eens bekijken. De ene is een meta-analyse die is wel van tien jaar geleden. En daar hebben ze eigenlijk alle studies die gedaan zijn goed gecontroleerd in een laboratorium zijn. Competitieve sporters vaak wel. En inderdaad, netjes zoals ik het schets. Gewoon één parameter. Eén van uh, die knoppen. Ja, één van die knoppen aangedraaid. En uh, uiteindelijk ging het. Uh, ja, dat wil ik toch altijd even opzoeken. Hè, van hoe, hoeveel studies hebben ze gekeken? 182 studies gedaan. Ja. Maar uiteindelijk maar 27 meegenomen. Voor some reason. Hè, dat het allemaal. Toch ja, die je dan allemaal kan. Dan, uh. Includeren omdat ze vergelijkbaar zijn. Nou, wat daar ja. in ieder geval uitkomt is dat. En, maar zij waarschuwen of dat, dat, dat... Wel, er is wel heel veel variatie ook binnen zo'n onderzoek op de manier waarop mensen... Dus je kan best hebben dat in een studie, ja, dan wordt het gemiddeld genomen significant. Ja. Als je maar eh, pak een beetje twintig man hebt. Maar dan kunnen er drie zijn die juist negatief reageren op bijvoorbeeld Über... twee weken rust. Ah, of ja, twee weken afname in volume. Ja. Maar al alles op één hoop gooiend... Uh, zeggen zij, nou, daar komt uit dat voor hun, in die, uh, aan de aanleiding van die studies, twee weken uh, de optimale duur is. Ja. Maar, zeggen ze, na één week teperen, drie weken, vier weken, laten ook wel een verbetering van de prestatie zien. Ja. Dus gewoon de duur waarop je eigenlijk de taperperiode maar doet. Even de flauwe open deur hier maar intrappen. Dus in feite hebben ze wetenschappelijk bevestigd dat een weekje goed uitrusten voordat je aan de wedstrijd begint zinvol is. Ja, zeker. Ja. Um, weet, je, weet je hoeveel het scheelt uiteindelijk? Nee, want dat is dan de volgende 3 vraag. 3% wordt dan vaak genoemd, een beetje. Ah, ja, 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 gemiddeld, je noem? doet er lachen over, maar ah. dat vind ik toch ja. behoorlijk. Hè? Dus dat is zeker. 3% op uh, een ja. marathontijd, 3% in een wielrenwedstrijd? Uh, wat zij vonden is het uh, intensiteit geen effect of negatief effect, zeg maar. Dus wat doe je ermee dus? De knop intensiteit gaat draaien als je intensiteit. Ja, ja, ja dus je blijft net zoveel negatief. volume trainen, ja. net zo vaak trainen, maar je gaat wat lager in ja. de intensiteit. Moet niet doen. Geen effect. Nee. Dus dat is al een hint dat waarschijnlijk het draait om volume afname. Nou. Ja, want de Lijkt frequentie zien zij ook niet. Er wordt soms wel gezegd van nou, je moet iets minder, je kan iets minder vaak trainen. Maar zij zeggen nou, dat vinden wij niet. Dus je moet eigenlijk dezelfde, dezelfde aantal keren per week trainen. Ja. Intensiteit hetzelfde houden, alleen het volume van die training. Het moet gewoon korter duren. Ja, en dus. hoeveel korter? 40 tot 60 procent korter. Ja, ja, de helft. Ja. In feite. Dus, dit is al een mooi praktische tip. En eh, ook wel in lijn wat ik Guido Vroemer hier vaker over gezegd heb Blijf doortrainen. Ja. Blijf een aantal keer per week trainen. Blijf ook je tempo's nog doen, maar gewoon alles door de helft. Ja. En Zegt wat, de wetenschap. En wat zij dan zeggen is wel uh, bij voorkeur een zo'n exponentiële afname. Dus niet meteen twee weken van tevoren ah, zeggen. Ah, alles ik, door de ik helft. Ik lief 100 kilometer, nu wordt het meteen 50. Ja. Tjak, en dat doe ik dan twee, drie weken lang. Nee, begin dan van, uh, van, van 100. Drie adaptief, weken van tevoren al wat minder uh, en ja, zo. Afdouwen. Op die manier. Tot en nu liefst, ja, liefst exponentieel, dat je even, even snel afneemt en op een gegeven moment eigenlijk weer een beetje, beetje vlakker wordt. Uh, Aanhoudt. Ja. Tot nu toe nog niet zo'n verrassende nee, hè? inzicht. Hè? Nee. nee. Maar ja, dan krijg je als je alles op één hoop gooit, dan, dat zie Precies. je denk ik terug op de, uh, alle sites van, uh, op internet die waar je weer in tikt, taper. Dan ja, kom je dit, dan komt dit advies tegen. Ja. Dus je ja, hebt nog meer. Ja, kijk, ze hebben wil ik ook gepoogd om nog een onderscheid te maken tussen zwemmen, fietsen, lopen. Ja. En zij zeggen, ja, het lijkt er wel op dat er nog een verschil zit tussen de verschillende sports. Wel interessant voor de triathlon. namelijk dat uh, dat voor uh, zwemmen wel werkt die 50% afname of die 40 tot 60 procent, ja, ja. maar fietsen en lopen waarschijnlijk misschien dat wel te veel kan zijn. Dus dat het oh, daarbij weer... Dat je dat eigenlijk ja, ja. meer mag blijven doen. Nou ja, ze komen uit 20 tot 60 procent. Dat betekent ook dat eigenlijk... Een grotere bandbreedte. Uh, ja. Hmm. Dat het niet per definitie dat, je, dat voor sommigen prima is om uh, slechts 20 procent af te nemen. Ah, oh, wacht even. Oké, okay, ja. maar dan is het wel weer in lijn met wat ik intuïtief dacht. Dus dat zwemmen, daar kun je nog best wel wat meer blijven doen. En het Hardlopen en het fietsen. Ja. Zou je sterker nog. Misschien wel ja. tot 30, 40 procent. Of uh, 20 procent ja. terug mogen. En dit volume. is natuurlijk ook wat wij. Uh, je, ja. Met, met lopen, met name denk ja. ik wel merk met, met knieën, pezen ja. en uh, ja. noem maar op. Ja. Ja. Maar eigenlijk zeggen ze ja, we, we durven daar nog niet te veel over zeggen... omdat we gewoon te weinig studies hebben. Helder. Nou, het leuke is dat we natuurlijk Strava nu Strava hebben, ja, dat er daar kan verzameld worden. En, Miljoenen en, uh, mensen ja. over de wereld uh, stoppen hun trainingsdata in dezelfde app. En wat dan onderzoekers die denken, een heel makkelijke manier om data te komen... is ga ik ga op Strava gewoon mijn, uh, plukken ja. van data. En er uh, is vorig jaar 2021-studie uitgekomen komen naar recreatieve marathonlopers. Ja. Uh, dan gaat het om 158.000 lopers. Die. Oh. De, ja, dat is mooi, hè? En luister ook wetenschappers naar deze podcast. Probeer even 158.000, ja, 158 proefpersonen ja. te vinden. Ja. En wat zij gedaan hebben is, uh, nou, ze hebben natuurlijk wel een soort selectie gemaakt. Ze moesten in ieder geval één keer een marathon uh, hebben gelopen in ja. een jaar. Ja. Uh, dat namen ze mee. Daarnaast moesten ze natuurlijk uh, alles op straven posten. Of in ieder geval, ja, dat weet je ook nooit. Nee, je op, weet niet zeg, wat ze zeker. niet posten, nee. Uh, maar ja, als het posten, niet op straven staat, is het niet gebeurd. Uh, ze moesten 24 weken in training zijn voorafgaand aan dan die marathon. Halen we dat nog tot 29 oktober? Uh, ja, net. <laughs> ja. nou, Oké. Okay. Uh, mm. uh, en gemiddeld genomen... Nou, kijk, het ging om de tijden natuurlijk. Daar hebben ze naar gekeken. Ja. Uh, 341 bij de mannen op de marathon. Dus dat is hebben, wat deze proefpersonen liepen. Ja, ik denk dat ze gewoon gekeken hebben tussen de 3,5 en 3,50 en, uh, en ja, of zo. Ja, ja, en de ja. vrouwen liepen uh, 4,10. Ja. Dus het is, nou ja, goed. Dus met die selectie konden ze dan gaan kijken. Beetje hey. jouw niveau, hè? Ja, 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 zeker, zeker, zeker. 3,5 zeker. Uh, uh, training in de week. Ja. Gemiddeld uh, 40 kilometer in de week. Dus niet zo dat is vrij weinig. Mogelijk. Ja. Nou, nee. Is, okay. is ook ja, prima. Nou, en toen kant. eigenlijk gekeken van, hé, hey, wanneer liepen zij die marathon? Ja. Nou, welke tijd liepen ze? En dat doen ze wel slim. En dan zeggen ze ja, want uiteindelijk gaan ze kijken wie dan de snelste tijd heeft. Dus een beetje, on, ja, je moet een bepaalde referentie hebben van of zij naar vermogen hebben gelopen, ja, ja of nee. Ja. Dus zij weten eigenlijk aan de hand van die, uh, die 24 weken ervoor gaan ze kijken: hebben ze een keer meegedaan met een, een 10 kilometer wedstrijdje of doen ze regelmatig? Ja, ja een. een uh, een training waarbij ze tien kilometer tempo lopen. Mm -hmm. En dat nemen ze eigenlijk als een soort uh, referentietijd. Ja, referentietijd. Ja, kun je zo'n vermogenscurve opbouwen? Hoe zij die marathon ja. liepen ten opzichte van die tien kilometer ja. tijd. Ja. Om te zien van ja, waren zij fit. En, uh, ja. Nou ja. en uiteindelijk om dan iets af te leiden over de laatste twee, drie weken voor het ja, evenement. Toch? Zeker. Ja. Want daar hebben ze naar gekeken. Ja. Uh, drie weken lang eigenlijk. Uh, of eigenlijk de laatste vier weken. En laatst en dat is natuurlijk ook weer laatst, de, de week vijf en zes is hun baseline. Ja. En dat kunnen we straks Week vijf hebben. en zes voor het evenement. Ja, en dat ja. is vaak, kan een overload juist zijn. Ik weet niet of ja. dat bij jou, dat je juist extra hard traint... Dus dat geeft een beetje een stuk. Ja, misschien. Dat, dat, dat is natuurlijk een uitdaging voor, uh, voor onderzoek. Ja, wat neem je als je ja, baseline? Wat neem je maar als referentie. De, ja. In dit geval namen zij uh, week 5, 6 voor die marathon. Ja. Um, nou, wat zij vonden: Gooit yes. op een loop. De meeste lopers die gaan voor twee of drie weken tapen. <laughs> ja, de. <duh. laughs> um, maar, en dat is wel interessant: uh, 31 procent gaat uh, voor een strikte taper. Ze hebben eigenlijk dat? een losse en een strikte taper. strikte is dat je echt structureel van week uh, uh, pak een beetje week 3, 2, 1 steeds iets minder gaat doen, okay. progressief afnemen. Maar wat zij zien is dat er, dat er toch veel mensen die zeggen ja. Die beginnen dan in week drie, gaan ze ineens op de helft. En dan gaan ze in week twee toch weer op 70% zitten. Ah, de normaal. En dan heel, noemen ja, zij ja, ja. een... Een uh, losse taper. Een, een losse taper. Okay. Een relaxte taper. Ja, ja. Dus, dus een derde van de mensen in de data die ze hebben hebben... doen het ja, netjes zoals de precies. andere studie ja. ook voorschrijft. Je moet het exponentieel afbouwen. waarom doen mensen het niet netjes? Ja, is denk ik, misschien worden ze toch nerveus. Of, uh, daar ja, dus sowieso ja, dat is sowieso zijn guido vragen dat is het interessante. En het leuke is dan dat die strikte tapers namelijk... Meer opleveren dan de relaxte tapers. Kijk, en ja. dan wordt het slimmer presteren. Ja. Dus het lijkt zin te hebben om die taper goed uit te voeren. Goed uit te voeren. En langere tapers... Tot in ieder geval drie weken uh, waarop zij keken. Ja. Zijn inderdaad beter of leveren meer op. dan laat zo een zeggen. één of twee weken ja. taper. En dat is, nou ja, dat is wel uh, voer voor discussie wellicht. Ja. En zo zeggen zij, ze, strikte die drie weken taper schelen 2,6% in tijd. of uh, in, in hun geval 5,5 minuut. Zo, nou, op een marathon. Vergeleken, ja. maar dan komt die vergeleken met de minimale taper. Dus dat, dat is de definitie van mensen die net een weekje, denk ik, gingen. Ja. Of nog minder zelfs. Ja. Dus het is niet helemaal ten opzichte van nee, helemaal niks precies. doen. Iedereen nee. doet namelijk het taper. Er zijn een paar uh, die het misschien als een soort training zien. Ja. Uh, en het uh, andere is dat de vrouwen. Ja. Die hebben juist iets meer profijt dan de mannen. Dus. Van even die, dus die, even die, die begrijpen die wat je zegt. Dus ja. in hun data zien ze dat vrouwen die een goede taper doen. uiteindelijk een. Betere prestatieverbetering op die marathon, die ja. ze uiteindelijk lopen laten zien. Die die strikte drie weken taper uh, handhaven. Heldig. Ja, Heldig. Dus dan praat je misschien over 3%. En de ja. mannen misschien 2,2% ja. als je het een beetje. Ja. ja. Dus ja, dat is eigenlijk uh, wat Kunnen we verder hier uitkomt. En we willen niet verklaren waarom het is. Nee, nee, dat is data. Dus dat is uh, in die zin, we kijken naar buiten en we zien dat dit werkt. Ja. Dit is nog steeds behoorlijk in lijn met hoe je hier uh, gevoelsmatig ja, over nadenkt. Ja. Maar ik vind wel die strikte taper, vind ik wel ja, een dingetje dat dat, dat, het dat dus, dat dus gewoon, uh, uitmaakt. Ja, het ja. lijkt toch wel uit te maken. Je, in je vorige studie bracht je een verschil aan tussen zwemmen, fietsen en hardlopen. Ja. Deze studie kijkt vooral naar hardlopers. Ja. Kunnen we dezezelfde dingen toepassen voor wielrennen of is daar iets ja, anders aan dat de hand? daar is wel zeker iets anders aan de hand. Um, omdat, nou ja, goed, dan kijk ik toch een beetje ook naar de... Ik ben altijd geïnteresseerd in hoe de profs het doen. Ja. Nou, en daar wordt tegenwoordig wel een ander uh, gepubliceerd. Bijvoorbeeld, nou, laten we toch maar even die marathon lopen. Ze dus hebben toch voor de zekerheid gekeken. Ja. Want je denkt, het, ergens is het een gut feeling dat je denkt, ja, mensen die gewoon harder trainen... Ja. Die moeten een kortere trainer taper hebben toch, denk ik, voor je gevoel. Omdat ze belastbaarder zijn en meer aan kunnen en ja. dat. Uh... En, en misschien sneller weer wat verliezen. Ja. ja. En dat is, nou ja, goed als je naar die toppers kijkt, die dan uh, 160, 220 km per week uh, trainen. 200, ja. en uh, Ja. Ja. Uh, die beginnen nou op 7 à 10 dagen voor de race en doen hun laatste intensieve sessie echt op uh, nou, drie, vijf dagen voor de race. Oké. Okay. En dan praat je echt... Dus zij Maakt gaan... wel uit, hè? Drie of vijf dagen voor de race, namelijk dinsdag of donderdag. Ja, of nou ja, later een enorm verschil. Dus dat verschilt daar ook. En dan, ja, zij doen dan tien, hun intensief sessie is tien keer 200 meters. Ja. Dus ja, dat geeft ook maar weer aan van, nou ja, dat... Ik, ja, het hangt erg nogal van de persoon af en... Uh, hmm. Dat dus willen wij het niet horen van de wetenschappen. He? Uh, nou ja, in, in het wielrennen is het denk ik nog interessanter. Want die hebben zo'n seizoen. Kijk, die, die topmarathon lopen er twee, drie per jaar. Ja, die bouwen veel meer naar zo'n wedstrijd toe, lijkt het. En die wielrenners, die hebben daar de tijd vaak niet koers, eens voor, koers, 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 ja. koers, koers. En, uh, en nou is wel interessant, de studie die ook in de show notes komt. Hebben ze gekeken naar, wat is nou zinvol? hè? Van, er komt een race aan. Ja. En uh, bij een groep uh, prof, uh, wielrenners, of in nee, al geval supergoed getrainde. Je hebt elf dagen nog tijd te gaan. Is het nou handig om elf dagen te taperen? Ja, rustig of aan te doen. Of te zeggen, nou, ik ga eerst toch nog even die flinke overload geven. Ik ga zes dagen keihard, nou, keihard trainen. In ieder geval veel uh, hits uh, erin, intensieve training. En dan nog vijf dagen over voor de training. En uh, wat deze uh, Noorse studie liet zien... Is dat uh, uiteindelijk dat tweede in het geval voor die wielrenners echt veel gunstiger was? Omdat zij uiteindelijk, eens uh, gekeken naar V2 max, die nam met 4% toe bij hun, terwijl ja. in degene die 11 dagen taperde, dat slechts nog maar met 1% toenam. Ja, ja. Dus, uh, daar zit dus er... het lijkt zo te zijn, maar zeg je nou op basis van één studie. Nee, er hoorde... nee, 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 zijn nee, meer okay, studies. Okay, okay. Het lijkt zo te zijn dat ja. bij die wielrenners een kortere taper. Prima, laat ja, dat ja, is eigenlijk wat ja. ik hier voorzichtig gaat concluderen. En, ja, en weet je wat het lastige, natuurlijk ook nog is vaak bij wielrenners die gebruiken soms wel uh, als je aan een drieweekse ronde meedoet, die eerste week om weer een, week. een soort trainingsweer. Ja. ja, ja, ja. Dus ja, dat het dus hangt af van is het een eendaagse wedstrijd. Ja, uh, nou ja, en het, en het lastige is daardoor van ja, goed, je wil natuurlijk die trainingsprikkels moet zo goed mogelijk zijn. En als jij dus voor die elf dagen taper, of noem maar op, de laatste de weken daarvoor al een beetje ja, uh, sluggies getraind hebt. Ja. Of een, weekje, een paar weken geblesseerd bent geweest, of uh, je niet lekker voelt, ja, ja. Dat, ja. dat telt allemaal aan. Dus het is uiteindelijk die balans van genoeg prikkels ja. en voldoende uitgerust zijn. Maar um, ja, dus ik. ik uh, het, is, het is volgens mij een, een puzzel ja. voor elke atleet weer. En voor elke coach, dat gaan we zo eens aan, aan Guido vragen om uh, de geschikte tape te vinden. Ik, ik vraag me bijvoorbeeld bij jou af: zou jij het de volgende keer ja weer anders doen? Voor school. Of wat heb jij geleerd van uh, de, 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 de de ja de tapes die in mijn in mijn hebt? laatste wedstrijden uh, en met name mijn laatste grootste grote wedstrijd voor uh, Rotterdam Marathon, ja. zat natuurlijk die hele tapefase. Wet... Door kruis door ziek worden. Ja. Indien ze goed getaperd, veel gerust. Maar was ik natuurlijk vooral bezig met: überhaupt, kan ik mezelf nog in voldoende gezonde, gezondheid en fitheid ja. krijgen om überhaupt te mogen starten? In de marathons daarvoor. Ja, ik heb het idee, maar laten we dat zo met Guido bespreken: dat hij. In, in wat hij voorschrijft, redelijk toepast wat jij hier zegt. Ja. Dus dat op een gegeven moment het volume wat begint af te nemen, maar het aantal trainingen, het ritme van de training ja. gewoon. Ja, blijft. ik denk dat dat de basis is, maar dan is het misschien ook nog een interessante uitdaging. Stel dat je een trio bent of daarnaast hardlopen, gewoon ook veel fietst. Ja. Ja, wat doe je daarmee? Hè? Ja. Dat is een, nou, nou, we, we, dat we gaan op weg vragen. naar 24 ja. juni, de halve triathlon in Zeewolde. Nou, dus uh, we zullen eens even Goeie, kijken of, uh, hoe lang we nog doortrainen en uh, hoe we daarvoor gaan teveren. We gaan bijna zoomen met vroemen, maar niet voor dat. Ik denk dat dit wel een mooi moment is om uh, hier altijd even een uh, mooie shout-out te maken naar de nieuwe vrienden van de show. Vorige week hadden we al een heel rijtje. Er zijn weer nieuwe vrienden van de show bijgekomen. Als je nu voor het eerst luistert. Deze podcast is gratis. Deze podcast is zeer beperkt gesponsord. Maar ja, het kost wel een hoop geld en tijd om dit te maken. En daarom vragen we mensen die blij zijn van uh, met en, uh, en blij worden van deze podcast. Om ons te steunen met een donatie van een kop koffie per maand. 3 euro is dat. En dat kun je doen via vriendvandeshow.nl slash Als je dat voor in één keer voor het hele jaar doet, heb jij een maand gratis. En betalen wij één keer transactiekosten. En mensen die dat recent deden, was uh, bijvoorbeeld Kevin. En, we hebben het over wielrennen, Diane Valkenburg. En toen die binnenkwam, appte je al gelijk ja. uh, haar profiel door. Want zij werkt bij de Jumbo-Visma-Wieleproeg. Ja. ja. Leuk ja. Leuk dat, ze, dat we daar ook beluisterd worden. Leon Spin, Arnold Harbers, uh, Mich Michiel Pouillon, Simon Zijnstra, Remco en Edwin Keulers. werden ook allemaal vriend en vriendin van de show. Over mensen in het profpeloton die luisteren. We hebben ook, uh, ik heb hem laatst al genoemd, maar Peter Schep ja. uh, is natuurlijk actief bij de EF Education uh, ploeg. Maar die uh, is ook een, uh, draagt ons een warm hart toe, ja, zo met Die de, uh, vindt ons heel... veel kopjes koffie. Ja, 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 ja. ja dankjewel, dankjewel Peter, uh, Peter. Leuk dat je er bent. En uh, met veel plezier. Volgende week horen we ook iemand uit Prof Peloton. Dan gaan we het hebben over sport en zwanger. En dan gaan we ook even bellen met Ellen van Dijk. Ja. Maar nu eerst gaan we zoomen met Vroemen. We gaan zoomen. Guido, goedemorgen. Hey, goedemorgen Guido. Ja, 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 goedemorgen. Heb jij al een beetje zin in de Uilentorenloop morgen? Je bent er ook bij, toch, in de Binder in Leersum? Ja, zeker weten. Leuk. Ik ben er helemaal klaar voor. Kom je alleen voor de koffie en ga je dan weer gauw door met atleten begeleiden en schema's maken? Of trek je ook nog even de loopschoenen aan? Nou, ik ga wel een rondje rennen. Ja? Oh, leuk. Ja. Leuk, leuk, leuk. Ja. En, nou, en nu dan ja, de beentjes omhoog? Ja, want nee, dan hoe dan heb jij dan getaperd deze week voor dit loopje? Ja, een beetje wel. Ja? Even rustig <laughs> ja. aan. Een hele korte dan. Ja, ja. Niet, Niet meer het gras maaien vandaag. Hè? Even van de pootjes afblijven. Ik heb een zitmaaier. <laughs> ja, zo groot is dat landgoed van jou wel. Ja. <laughs> ja, ja. Een vertrekkertje. Speciaal voor de torenloop aangeschaft. vind ik ja. ja. slim. Ja. Lekker, lekker. We hebben er zin in. Maar voor het zoveel is, moeten we niet vergeten... er zijn ook uh, luisteraars die helemaal niet meedoen aan de Uitdorreloop... of die helemaal deze aflevering pas veel later ontdekken... omdat ze in voorbereiding zijn op hun marathon, triathlon... wielerwedstrijd, cyclo, uh, Alpe 6, weet ik het allemaal. We hebben al best veel geleerd over taperen en waar we om te beginnen even met jou op in willen zoomen, Guido, is... Raakte er al even aan in de aflevering net, is dat, dat die onrust. Hè? We zijn weken, maanden keihard aan trainen. Uren draaien, uren draaien. 80 kilometer per week lopen. Twee uur, drie uur euh, naar buiten fietsen. En dan opeens staat er in het schema Mag je niet. 50 minuten. En ja. dan ga je uitrusten en dan kom je thuis. En ik zei net al even tegen Jurgen, dan denk ik ook: ja, nou, zou ik nog maar wat krachttraining doen of zo? Hè? Je, 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 je houdt en nu... opeens energie over. Ja. En wat zeg ja. jij dan tegen atleten die zeggen: Guido, kan ik niet wat meer doen? Nee, kijk, het belangrijkste is van die taper. Ja, mensen willen altijd, eigenlijk zijn een beetje gewend aan een bepaalde hoeveelheid training te doen. En ja. dat willen ze dus dan eigenlijk elke dag wel gewoon uitbesteden. Dat ze dat hebben verricht en dan is het hun dag goed. Ja, ja dan ben je dus ook elke dag een beetje moe. Qua prestatievermogen hetzelfde. Ja. Soms wat minder, soms wat beter. Maar zo'n taper wil eigenlijk juist zeggen... Denk ik, ja, maar nu ga ik eens even ervoor zorgen dat ik... die vermoeidheid die er altijd wel is... nu helemaal uit mijn lichaam heb... waardoor ik rustig moet zijn... maar ja, daardoor uiteindelijk op die wedstrijddag... alles kan geven wat ik heb. Ja. En, en dat is eigenlijk hetgeen dat, ja, dat moet je... Dat moet je eerst zelf een paar keer meemaken. Dat je daar vertrouwen in hebt dat dat ook zo is. Ja. Maar als je dat van tevoren denkt, ja, maar dat heb ik echt nooit gedaan. Ik, ik doe altijd, ik ga altijd elke... tot eh, elke wedstrijd... ook al maakt niet uit wat het voor een wedstrijd het is. Ik ga echt tot de dag ervoor, doe ik nog, blijf ik nog eigenlijk wel flink bezig. En ik, ja, ik tepel niet echt. En dan die wedstrijd gaat dan ook wel oké. Okay. Ja, oké, okay, maar. Hij kan beter. Hij kan beter, ja. Ja, ja, ja. ja dat is eigenlijk hetgene wat. Kijk, taper is niet hetzelfde als rust houden. Nee. Ah, vertel eens. Ja, dat weet ik eigenlijk. Ik nou ja. Doe net heel verbaasd, maar toch even, ja. wat, 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 wat is het belangrijkste verschil? Want ergens zou voor mij wel dat de korte uitleg zijn: rustig gaan doen, uitrusten. Ja. Nou ja, niks doen, rust doen of rust houden. Um, het gaat er niet allemaal om um, dat je het volume bijvoorbeeld terugdraait en heel rustig nog een paar dingen rustig aan doet. Je moet wel in een taperperiode, laten we zeggen de laatste week, alle ingrediënten die je altijd trainde in de weken, maanden ervoor, terug laten komen ja. in die week alleen maar een heel klein beetje. Dus eigenlijk train je nog steeds elk energiesysteem, maar je put ze niet meer uit. Dus je prikkelt het even. En je denk, ja. ah, kijk, zo voelde het. Dat is train Je denkt, ah, ja, maar nu voelt het ook wel beter, want ik heb meer frisheid in mijn lichaam. Ja. En dan is genoeg. En zo'n schema wat jij Gerrit uh, aanbiedt, uh, zo of zo'n suggestie, of die hij dan volgt. Ja, is dat, dat is specifiek voor Gerrit? Of is het zo'n beetje een algemene stelregels, die jij ja. uh, wel voor alle atleten die je inmiddels kent uh, toepast? Ja, nou nee. Dat is niet, het, er zit wel natuurlijk wel wat algemeens in, uiteraard. Iedereen heeft dat wel. Maar bij de ene um, zul je wat langer van tevoren gaan afbouwen. Dus het is de taperperiode ook langer. Omdat um, nou ja, er zit voor een verschil in hersteltijden bij iedereen. En die weet je niet. dan moet je gewoon uitproberen. Nou ja, Sommigen kunnen best wel, tot uh, als je een marathon loopt, tot drie dagen voor de wedstrijd nog best nou ja, misschien wel een anderhalf uur loop doen. Of nog wat intervallen doen. En die zijn twee dagen later eigenlijk daar prima weer van hersteld. Terwijl anderen daar nog veel langer. Voor nodig hebben omdat ze die vermoeidheid vasthouden. Ja. Bij lange afstands triatlon is dat nog meer, want ja, dat, daar train je nog meer volume. En ja, dan moet je ervoor zorgen dat je niet te lang doorgaat en eigenlijk nou ja, durft vroeg eh, de, de, de trainingsomvang terug te schroeven zodat iemand nou ja, echt inderdaad wel onrustig wordt. Want ja, ik heb ik niet... Maar wat is vroeg? Ik doe te weinig. Jij zegt, uh, durf eens vroeg terug te schroeven. Lange afstandsdriel, dan zijn we een heel extreme situatie. Maar we hebben een aantal luisteraars die daarvoor aan het trainen ja. zijn, dat weet ik. Dus wat is dan vroeg? Is dat al vier of vijf weken voor het event? Nee, 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 nee zover nee. niet. Nee. nee, meestal ga ik wel zeg maar tot uh, als je T is nul... en je gaat uh, één week ervoor of twee weken ervoor... of drie weken ervoor. Kijk, drie weken ervoor. ...kun je nog best hard trainen. Ja. Als, je, als je lang... ...hard getraind hebt... ...en je hebt daar ook wel langer herstel voor nodig... ...kun je vanaf twee weken... ...beginnen met je taper en dat... ...zeg maar, gaan afbouwen... ...zodat je dan een week ervoor nog maar de helft doet... ...van wat je gewend bent. Mm -hmm. Zo ongeveer. Sommigen die gaan gewoon door tot één week daarvoor... ...en die gaan vanaf daar... ...met hun, nou ja, omvang wat ze dan deden... ...in een paar dagen afbouwen... ...en dan... Nou ja, één, twee dagen ervoor een beetje parcours verkennen, een paar nou ja, korte intervalletjes op wedstrijdtempo van vijf of tien minuten en that's it. Ja. En weet je eigenlijk van of de, ja, de inschatting van de taper zie je dat al aan? Kun je daar de trainingsdata voor gebruiken of zeg je eigenlijk pas achteraf als je merkt, hé, hey, die prestatie viel me wat tegen op die de race, ah, dan moet ik de volgende keer rekening mee houden? Beide. Beide ja. wel. Uh, ja, ja, okay. ja, want je, kijkt natuurlijk, je kunt wel soms dan als iemand echt al. Nou, je zit twee weken voor een wedstrijd en die heeft al heel veel moeite om, pff, om te herstellen. En pff, het, is, het is echt super zwaar, want die moet, nog eigenlijk, nou, je moet eigenlijk nu gaan herstellen van de zware trainingsarbeid die allemaal verricht is. Dan kun je daar al eerder mee beginnen. Want dan is het niet slim om dan te denken: ja, maar mijn schema gaat nog wel uh, een hmm. uh, uh, zes dagen verder. En dat moeten we afmaken. Ja. Nee, dan moet je ook gewoon zeggen, nou, nu is gewoon prioriteit meer herstellen. Um, maar soms heb je ook gewoon een goede taper met goed gevoel erbij. En dan toch tijdens de wedstrijd blijven, ja, het gevoel was toch niet helemaal fris. Ja. En dat is dan, dus dan, daar, dan kun je daar iets aan gaan veranderen en ja. de, voor de volgende keer. Ja, nou, moet je weer groeien. Laatste vraag denk ik. Die... Oh, ik heb er nog wel een paar. Maar... Ah, die, voor <laughs> mij, die, die overloten, voordat de taper ingaat. Daar ben je wel een, een voorstander van. Dus net even daarvoor even echt even iemand lekker uitputten, zodat hij daarna heerlijk kan gaan taperen. Hangt dat ook ja. weer van de persoon af? Nee, je wel overloot geven. En ik doe soms zelfs, toch even, toch hele... even hè, want ik, ik denk dat we allemaal wel begrijpen wat dat is. Maar als jij dat zo zegt, even overload ja. geven. Wat is even overload <laughs> geven? Nou ja, meer doen dan je gewend bent. Ja, ja. dus we zijn al maanden aan het trainen. En uh, het, ja. bijvoorbeeld in val, ik liep, op een gegeven moment had ik programma's met 80 kilometer in de week. Mijn programma ging om andere redenen van de rails. Maar als ik op de rails was gebleven, dan was het even nog een tandje erbij geweest. Nou, dan had je misschien niet meer dan 80 in de week. Maar dan had je misschien wel een, een dag erbij gehad. Van nou ja, we gaan nu deze dag. Een soort, laten we zeggen, mini-marathon lopen. Ja, ja. Met, een, met een aantal blokken op marathontempo. Um, nou ja, stel dat je uh, uh, twee uur loopt. Wat, dan loop je in die twee uur bijvoorbeeld nou, drie keer een half uur marathontempo. Ja. En de rest is echt, rustig. Echt gewoon een heftige training. Waarvan ja. je echt denkt, oh my god. Ja. 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 Nou ja, bij de hele triathlon, ik laat mensen ook wel twee weken ervoor, nog een halve race. Oh ja. Dan kun je gewoon racen. Want je, een halve kun je nog prima aan. Dat is niet dat je daar helemaal van de leg van bent. Van, uh, van een halve. Het is ook dan minder lopen, dat is meest, me het belangrijkste. Maar dan kun je ook gewoon nog eens even flink diep gaan. Want die twee weken daarna is het eigenlijk gewoon rustig aan. Nou ja, je herstelt van die halve. Je doet nog een beetje wat, wat, wat kleinere trainingen. Om wat um, intensiteit van de, van de hele te trainen. En that's it. Mm -hmm. Mm -hmm. Ik moest. Dus uh... <laughs> twee anekdotes die bij me binnenkomen. Ik had ergens kort voor Rotterdam, eind maart, maar de naam is me ontschoten. Ik had contact met een van onze vrienden van de show over een vraag. En wij belden elkaar even. En hij was ook een atleet van jou, Guido. En uh, toen ging het ook over een beetje over tapen en voorbereiden. En toen zei ik tegen hem: Ja, ik ben vooral de hele tijd moe. Hij zo. Ja, oh, dat herken nee, ik, ik wel. Ik. <laughs> Maar daarom ja. vraag ik ook net het over. Want dat is natuurlijk ook wat het trainingsprogramma is. Je bent ja. de hele tijd aan het duwen om ja. zoveel ja. mogelijk te trainen. Maar jongen, jongen. op een gegeven moment ja. denk je wel: Proef. Je bent nooit ja, meer fris dan, dan het... hè? Ik moet dan wel in de gaten houden dat. Um, dan is je de hele tijd moe, maar. Ja, en ik ook, hè? We, we ja, vonden ja. elkaar daarin. <laughs> dat klopt. Maar je kunt moe zijn en nog steeds, zeg maar, presteren. En ja. je kunt moe zijn en niet meer presteren. En onderpresteren en het gevoel daarbij is, wat je dan doet, is echt verschrikkelijk slecht. Ja, ja. Dan, dan ga je, dan moet je echt wel, dan moet ik echt wel vaak zeggen: Nou, maar nu, vandaag even niet, want nu heeft het geen zin. Nee, precies. Nou ja, en wat ik herken is dat we gewoon heel dicht rond dat randje zaten tussen het kan wel, het ja. kan niet. En uh, ja. mijn moeder zegt dan: Ja, daarom ben je ziek geworden, jongen, vlak voor die marathon. Ja, dat ik denk dat ze gelijk. <laughs> ja, nou, ik denk dat het de omgeving was. Ja, dat denk ik ook, want die liep hier toch een partijtje te rof te keuken. Maar goed. Ik zei al: ga nou maar op jezelf wonen. Ja. ja. Ja, dat had je opeens wel advies. Had. Of bij je moeder. Hè? Maar dat terug nog niet. even toch naar begin april. Toen hadden wij anderhalve week uh, van tevoren die uh, unieke live-ervaring met een man van 65, 70. Vraag ons alles over de marathon. En daar ging het natuurlijk ook veel over de voorbereiding, in de laatste tien dagen. En dus daarmee ook over de taperfase. En ik kan me nog wel levendig herinneren dat jij toen duidelijk het punt maakte. Je doet eerder te veel ja. dan te weinig in die laatste anderhalve week. Ja, de meesten hebben de neiging om, ja, onrust, wat we al zeggen. Mensen worden onrust, ik denk, oh man, het, het, uh, ik, ik heb energie en ik, ik, ik heb het gevoel dat ik te weinig gedaan heb. Ik ja. moet nog wel, ik mag nog wat bijtrainen. En dat is vaak hetgene dat denkt, ja, dat voelt dan ook wel zo, omdat je de energie hebt. Maar dat kunt dus dan dat je dat inhoudt en bewaart voor de wedstrijd. Ik heb er toch nog één, want ja? uh, waar ah. we, dat we besproken hebben ook. Ja, Stel je bent een triatleet of je fietst en loopt. En stel je hebt die marathon, daarvoor ga je taperen. In de tussentijd wil je door blijven fietsen. Moet je ook je, je fiets, uh, voor het fietsen te, het taperen meenemen? Of kun je zeggen, nou, uh, hand, handhaaf gewoon jou, uh, jouw fietstrainingen zoals je al deed. Uh, mm -hmm. Wat is daar de tip? Ja, als je. Echt een goede marathon wil lopen, zul je ook wel iets moeten terugschroeven in je andere trainingen die niet ja. lopen zijn. Ja, het gaat dan om de algehele fysieke gesteldheid natuurlijk. En, ja, ja en je moet wel rust. uitgerust zijn. Ja. En um, je kunt wel fietsen vaak. En als je dan, bij de meeste, als je dan twee uurtjes rustig gaat fietsen, dan heeft dat veel minder impact dan als je twee uurtjes rustig gaat lopen natuurlijk. Mm -hmm. ja. Ja. Dus dat is makkelijker om dan te doen. Maar je moet er wel voor zorgen dat je. Um, nou ja, dat je benen ook voldoende rust krijgen om goed te presteren. Maar de impact van het lopen is altijd veel groter. Dus als je dat heel erg terugschroeft en het fietsen iets minder terugschroeft, maar wel een beetje, dan is het oké. Okay. Ja. Moet je voor een grote fietsrace eigenlijk ook anderhalve week taperen? Want ik hoorde jou net in, ja, bij ze nou wimpelen. Ja, ligt week... eraan aan wat voor soort event en welke sport je doet? Anderhalve week niet. Um, maar wel zeg maar de week ervoor dat je dat... Um, dat je ervoor zorgt dat je benen gewoon nou ja, gevuld zijn, hè? sterk uitgerust zijn. Uh, uh, voorraden zitten vol. Um, dus daar hoef je in ieder geval niet twee weken van tevoren al gas terug te nemen. Daar kun je vaak, als je, als je in een cyclo gaat rijden, zoals bijvoorbeeld een Bambot of een andere, kun je de week ervoor in het weekend nog best nou ja, een flinke rit doen. Daar herstel je van sneller van. Ja. Nou oh ja, dat is het grote verschil. Ja. Nou, dan, want dan kunnen we meteen die, de laatste, wat mij betreft. Stel je doet een triathlon, je hebt drie onderdelen. Zeg jij voor elk onderdeel is eigenlijk, uh, nou, een beetje gemiddeld genomen, schroef je bij alle drie het volume hetzelfde percentage omlaag. Of zeg jij juist, het, ik zou Doorswemmen. meer... Doorzwemmen, zei je het al net in de aflevering, doorzwemmen. Ja, misschien wel, kun je wat langer doorzwemmen en uh, juist wat uh, meer afbouwen in het hardlopen. Dat is, dat is op zich wel slim, om, om het hardlopen sowieso meer af te bouwen. Um, wat ik zeg, want maar de laatste dagen beperk ik het hardlopen ook meestal tot een minimum, hè. Dus dat je ergens een beetje. En dat is puur krijgt. toch om dat te begrijpen vanwege die belasting, hè, Wat hardlopen op je lijf en je benen heeft vergeleken ja. met fietsen of zwemmen. Ja. Ja. Ja, ja, Dat heeft meer impact op je, op je gestel en op je spieren bij hart. Als je als je nou ja, een half uurtje gaat hardlopen, dan zal je meer een hogere CK-waarde, hè. Spier afbraak enzym. Zul je hebben dan als je een uurtje rustig zou gaan fietsen? Ja, ja. En dat, met, die in, met dat in gedachten kun je beter zeg maar, het lopen de laatste dagen gewoon heel erg beperken. Niet zo lang. Een kwartiertje, twintig minuutjes bijvoorbeeld. Eventjes het gevoel houden daarmee. Um, en het fietsen is dan eigenlijk, dat mag zelfs tot nou ja, twee, drie keer zoveel. Dus tot drie kwartier, een uur. Lekker. Concreet? Ja. Over lopen gesproken. Mee? Ja. Volgende week vrijdag. Zijn we weer op pad? Het is wel echt uh, mei-juni evenementenmaand. De Kika-gebeuren. Uh, de Kika-gebeuren. Ja. ja, voor de mensen die het nog niet horen, en zich nog niet, hebben, of nog niet gehoord hebben en nog niet aangemeld hebben. Wij zijn benaderd door de organisator van de Kika-fundraising uh, evenementen. de triathlons, de marathons en alles. Die gaan volgend jaar, in 2024, een nieuw ultra-evenement opzetten. De Kika 24-Run. Een superleuk evenement waarin je met een team. op een vrij klein parcours rondom een festivalterrein. 24 uur lang iemand aan het lopen moet hebben. Dat gaan we niet doen volgende week. Maar ze gaan wel dat evenement vast een keer testen. De pilot editie. Dus even kijken of dat allemaal klopt. Waar je tegenaan loopt. En uh, hoe je een goed feestje bouwt. En dat is volgende week vrijdag 9 juni. In Band. In Flevoland. En uh, met de Slimmer Posteren Podcast. Hebben we daar ook een team. Er wordt wel iets gelopen. Eén tiende van de afstand. Dus twee uur en veertig minuten. Op een parcours van drie kilometer. Moet er minimaal één iemand van ons team aan het lopen zijn. En het lijkt mij heel leuk. Om dat Slimmer Posteren Podcast team zo groot mogelijk te maken. Dus uh, als je hier nu voor het eerst van Hoort, meld je dan gelijk even aan op de website www.24run.nl. 24 Run. Um, en uh, tijdens het aanmelden kun je op een gegeven moment een team selecteren. En dan selecteer je het slimmer presteren podcast-team. Want nadat we klaar zijn met lopen, is er een feest, een kennisquiz, een muziekquiz, uh, eten samen. Het is gewoon een hartstikke leuk festivalsfeertje En uh, nou ja, wij zijn er ook. Dus ja, uh, wat mij betreft haken er zoveel mogelijk luisteraars en vrienden van de show aan. Toch? Ja, ik ga alvast taperen, denk ik. <laughs> Wat ja. rustig ja. aan doen. Ja. Dat verstandig. Ja. Ja, dat verstandig. Precies. Dus uh, die uh, pitch wilde ik nog even gemaakt hebben. En dan uh, gaan we afronden. Uh, zeg ik altijd meteen erbij: blijf luisteren. Want op het einde natuurlijk nog een mooie tip: om slimmer te presteren op je werk. Maar ik kan me voorstellen dat je nu de perfecte taper hebt. Maar dat het wel leidt tot nog wat andere vragen in voorbereiding op jouw wedstrijd. Nou vinden we leuk om van je te horen. Bijvoorbeeld via social media, het slimmerpodcast, zijn we daar op Instagram, op Twitter en tegenwoordig ook op LinkedIn. Ga ons daar even volgen, zodat je ons ook berichtjes kan sturen. Of dat je in ieder geval iedere vrijdag ziet waar de aflevering van die week weer over gaat. Daar duimpjes, hartjes en likejes op kan geven, zodat zoveel mogelijk mensen die uh, aflevering ook kunnen luisteren. En net als jij dan slimmer kunnen taperen. Of ga naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Ken je iemand die in voorbereiding is op een mooie wedstrijd? Pak dan de link van deze aflevering en stuur hem naar ze door via WhatsApp of zo. Of ga naar onze. Uh, je kan ons mailen met jouw vragen, aanvullingen, suggesties via post at slimmerpodcast.nl. Dan hebben we het allemaal weer gezegd, hè? denk ik. Alle huishoudelijke mededelingen. En dan hebben we weer uh, een mooie, uh, mooie aflevering bij elkaar gebabbeld. Guido. Maar, uh, nog één. Ja. Je hebt dadelijk, dadelijk, komt dan de slimmer presteren uh, tip voor ja. op het werk. Ja. Daar moet je dan ook teperen voor, toch? Waarvoor? Voor je werk? Oh, ja, om daar goed te presteren. Ja. Heb je nog Moest een dat... extra tip vast, spontaan, die bij je boven ja, komt? dat dan, dan moet dan een soort koffieautomaat tip worden, hè? dat je denk wat vaker naar de koffieautomaat moet gaan. En dan even rust houden, zodat je daarna weer goed kunt presteren op je werk. Nou, ik zou je kunnen zeggen dat je nu toch een beetje de spijker op zijn kop slaat. Want de tip van deze week zit enorm in deze richting. Dus uh, dat ik doe je wist goed, het. Guido. Ik wist het. Ik zie je morgen in Leersum bij de Uilentorenloop. Ja, ja. Ik ben er klaar voor. Ik ga vroeg naar bed. Tot morgen. Tot morgen. Yo, Hoi. 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 Aan het eind van iedere aflevering delen we altijd nog een tip. Uiteraard gebaseerd op de wetenschap om slimmer te presteren op je werk. Inspiratie uit de fysiologie, psychologie, voedingsleer en nog veel meer. Jurgen, het is weer eind van de aflevering. Welke studie heb je deze week gevonden? Nou, dit, uh, als je bang bent dat je te weinig beweegt op je werk. Altijd een risico. Dan moet jij elk half uur minimaal vijf minuten gaan wandelen. Oké. Okay. liet een recent Amerikaans onderzoek. Uh, hadden ze proefpersonen, lieten ze echt acht uur lang op een stoel in het lab zitten. Vervelende proef. En om de zoveel tijd moesten ze er dan opstaan en op een loopbaan wandelen. Of als ze naar het uh, wc moesten, konden ja. ze daar naartoe. Ja. En wat bleek dat eigenlijk alle beetjes hielpen. Dus zelfs een minuutje wandelen in ja. een uur of zo. Ja. Om de bloeddruk te verlagen. Maar om de suikerspiegel echt netjes te houden. Dan had je echt vijf minuten per half uur wandelen echt nodig. Aha, doe me denken aan de Pomodoro app, ken je die? Ken ik niet. Het is een app die je kan installeren op je computer en die doet precies dit: iedere 25 minuten lokt je scherm en zegt hij: Nu 5 minuten bewegen. Ja, Goed idee. Ja, en dat idee was altijd volgens mij dat je dan ging stretchen en even staan. Maar ja. in dit geval zeg jij dus: Nee, de studie zegt je moet ook wel echt, echt wandelen. wandelen. Ja, mooi. Ik ga even een stukje lopen. Nou, ik doe het met je mee.